Hey, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je er weer bij bent. Ik maak een kleine serie over de planning van onze zelfbouwcamper. Het wordt een Atego 12 ton vrachtwagen met een 7,5 meter woonkabine achterop. Geen vierwielaandrijving waarschijnlijk. En ik ga om de 2 weken proberen een video te maken over de planning waar we nu staan. Afgelopen keer was de badkamer aan de beurt en nu gaan we over de keuken praten. Vind je onze planning interessant? Zouden we het leuk vinden als je ons abonneert? Dan blijf je op de hoogte. En vind je dat minder interessant? Misschien hebben we nog andere video's. We zijn 2 jaar onderweg geweest in Europa. Misschien zie je nog iets anders wat je dan wel leuk vindt. Maar dan gaan we nu beginnen met de planning van de keuken. We hebben 2 keukenbloks in de zelfbouwcamper. En in onze oude Concorde hadden we eentje, die was ongeveer 1,20 meter breed. Als je elke dag in de camper kookt, en ja, als je in de camper leeft, dan kook je natuurlijk elke dag. Of misschien zelfs 2 of 3 keer per dag. Dan is zo'n kleine keuken wel erg klein. Dus we willen wel een wat grotere. En daarom hebben we nu gezegd, we gaan 2 keukenbloks doen. Eentje links, eentje rechts in de camper. En de een is ongeveer 1,20 meter. En de andere ruim 1 meter breed. Dus een stuk groter dan wat we nu hadden. We hebben water aan 1 kant en stroom koken aan de andere kant. Zo kunnen we de toevoer en afvoer van het water een beetje bij elkaar houden. Douche zit ook net achter die wand, dus die waterleiding zal niet al te lang zijn. De keuken bestaat uit heel veel lades. We hadden eerst kastjes, maar ja, als je daaronder en daarachter iets zoekt, dat zie je gewoon niet, dan vind je niet goed, dan kom je niet goed bij. Dus laders zijn gewoon handig. Vandaar dat we laders pakken en dan zie je gewoon alles. Heel veel laders en bovenkastjes, dat zijn gewone kastjes. Daar kunnen we weer van die bakjes in doen, wat we nu ook al hadden in de Concorde. Dat we daar ook goed bij kunnen. De kraan, je ziet dat is nu met 2 hendels. Namelijk willen we een waterkraan met een filtersysteem, dus een kleine waterfilter. Dat is een kraantje met 3 uitgangen. Dus 1 keer koud, 1 keer warm, dat is gewoon. En nog een separate koudwaterkraan. Dus aan de voorkant zijn 2 uitgangen voor water. Of warm-koud, of gewoon dat koud water. Voor dat koudwaterleiding, daar zetten we een kleine waterfilter in. Dat we van het water uit de tank gewoon drinkwater kunnen maken. Dus als je die kraan opent, dan komt gewoon gefilterd drinkwater uit. En die filter moet je dan om de paar maanden wisselen. Dat is zo'n soort Brita-systeem of zo. Ja, je hebt verschillende watersystemen. Dus daarom zo'n waterkraan met 2. En de verlichting in de keuken zal onder de bovenkastjes met een LED-strip gedaan worden. Dat we gewoon goed licht op het aanrecht hebben. En daar kunnen werken. Je ziet aan de achterkant van het aanrecht zo'n splay. We hebben de hele keuken, ook de bovenkastjes. Daar zie je ook afstand tussen achterwand en keukenblok. En de onder natuurlijk ook een opening. We hebben de lucht kan achter de keukenblok circuleren. Dus we krijgen geen koude kasten als de muur, als het buiten koud is. Trek dat niet naar binnen. Maar je hebt circulering. De lucht circuleert achter de keuken door. Dus je hebt een beter klimaat in de camper en ook in die kastjes dan natuurlijk. Misschien is dat helemaal niet nodig als we hele dikke wanden hebben. We willen waarschijnlijk sandwichplaten als buitenmuur. En als die dik genoeg zijn, dan isoleert dat vrij goed. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus als we dan een beetje afstand houden dat de lucht achter kan bewegen, is dat toch beter, denken we. Gaan we naar de andere kant kijken. Hier zien we een hele gewone oven. En we hadden tot nu toe zo'n klein oventje in Engeland of Schotland gekocht. Dat werkt op zich wel, maar het is toch geen gewone oven. Als je dan wel regelmatig bakt en zo, dan ja, is het toch handig als je een gewone oven hebt. Vandaar dat we nu de ruimte willen hebben om een gewone oven erin te zetten. Die heb je ook op 230 volt, dus niet 3 fasen, maar 1 fase. En dat kan via de inverter vanaf de accu gevoed worden. Daarboven een kookplaat, waarschijnlijk inductie, en daar willen we even jullie input hebben. Wij hebben tot nu toe zo'n inductie kookplaat gehad en dat werkt op zich wel goed, maar onder de 1000 watt, dus als je op 400 watt schakelt of zo, dan takt die. Dan is het even 1000 watt en dan 0.
2/3 van de tijd 0, 1/3 van de tijd 1000 watt, heb je 333 watt gemiddeld. En dat werkt niet als je iets wilt heel zachtjes wilt laten koken, pasta of rijst of zo. Dan kookt dat en dan gaat het uit en stopt het met koken. En na een paar seconden begint het weer te koken. En dat rekt toch die kooktijd heel erg lang, want het kookt niet zoals, of het wordt niet zo gaar zoals als je het heel zachtjes laat koken, laat sudderen of zo. Dus daar willen we even jullie input. Hebben jullie ervaring met een inductiekookplaat die op een kleine stand niet takt, maar gewoon als je iets wilt laten sudderen of zo, dat het gewoon werkt? Alternatief zouden we een gaskookplaat kunnen plaatsen. Dat is niet slecht, dat hadden we nu ook. Daarmee kun je heel goed besturen, dat vinden we wel goed. Maar misschien is het interessant om zonder gas te koken. Dus daar zitten we nog niet helemaal. En dan heb je natuurlijk ook dieselkookplaten, maar dat vinden we niks. Of spiritus of zo. Maar ja, het is of gas of stroom willen we. En bij stroom zijn we nog niet helemaal uit of dat goed werkt of niet. Ja, de rest zijn ook lades in de keuken. Je ziet ook weer achter het keukenblok een beetje ruimte dat de lucht kan circuleren. Dat is sowieso ook voor de oven niet slecht, dat die lucht een beetje weg kan, die warmte. En bovenkastjes ook. Dan kunnen we dan weer die bakjes in doen die we tot nu toe ook hadden. En ja, zo is een beetje de keuken gepland. Je ziet de hele grote koelkast. We gaan toch vaak één keer per week boodschappen doen. En dan moet ook al het verse en de groente moet ook ergens bewaard worden. En dan is het handig als je een grote koelkast hebt. Daar alles in. En een grote vriezer erbij. Dan kun je ook wel een keer wat meer koken en invriezen. Dan moet je niet elke keer groot koken, maar kunt ook een keertje wat opwarmen. En we hadden tot nu toe alleen zo'n klein vriesvak. Dat is veel te klein en ook niet koud genoeg. Daar kun je niet iets lang bewaren. Dus vandaar nu een grote koelkast. Nadeel van zo'n koelkast, ik vermoed dat die wat meer lawaai maakt. Misschien valt het ook helemaal mee. Dan moeten we een keer meten hoeveel lawaai maakt die als die draait. Want 's nachts als die deur open staat naar de badkamer en slaapkamer daarachter. Ja, je ligt toch maar een paar meter weg van die koelkast. Als die dan de hele nacht of de helft van de nacht draait, is dat misschien niet handig. We zouden iets met geluidsmatten of zo'n geluidsisolatie spul kunnen proberen. Maar wel erop letten dat er genoeg lucht kan circuleren achter de koelkast. Of misschien is het ook een optie die overnacht uit te schakelen. Een timer erin te zetten van 's nachts of middernacht, 12 uur, tot 's ochtends om 6 uur is die gewoon uit. En dan moeten we even kijken of die dat aan kan. Sommige koelkasten houden gewoon een aantal uur de kou voordat het opwarmt. Andere minder. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Ik heb hem natuurlijk liever de hele tijd aangesloten. Dat als die moet koelen, dat hij dan ook kan koelen. Ja, dat is zo'n beetje de planning wat we nu voor de keuken gedacht hebben. Aan alle tweede kanten blok. Water gescheiden, of water een beetje bij elkaar in de camper. En toch een wat groter keuken. Hopelijk vonden jullie dit leuk. Misschien hebben jullie nog wat ideeën wat je wilt schrijven. Schrijf maar dan in de commentaar. Ik ben benieuwd. Ik probeer ook wat meer te antwoorden. Soms haal ik het niet met al die antwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Dus ja, zover in deze video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!